Helemaal teletext en geen 26 juni 2017. Vissen. Morgen onderwijsstaking in basisonderwijs. En waarom is die staking? Nou, de leraren, of liever zeg de leraressen, want dat zijn het tegenwoordig meestal, willen meer loon en ze zaten te vissen om het alsnog te krijgen. Zalm wordt nieuwe informateur. Zalm is een man, maar het is ook een vis en hij wordt dus informateur. Een informateur is iemand die partijen in de politiek bij elkaar probeert te halen en tot een kabinet te komen. Kortom, de vis zit te vissen in de visvijver van de politiek. De man is van de VVD. Plastic moeilijker te recyclen. Het heet nog altijd hergebruiken in zijn goed Nederlands, maar dat terzijde. Vanwege de vele verschillende manieren van afval verzamelen in de diverse gemeentes is plastic steeds moeilijker te recyclen, oftewel te hergebruiken. De machines zitten een beetje te vissen in al het afval. Hij duikt op bij kust Mallorca. Mallorca is een eilandgroepje, waartoe het precies behoort, dat zoek je maar zelf op. En dat hoort bij Spanje en het is een populair vakantiegebied, om het maar zo te zeggen. En op een gegeven moment kwam daar een haai dicht bij de kust. Iedereen moest het water uit en uiteindelijk heeft de haai het helaas niet gehaald. Dit is inderdaad de vis van het vissen, van de titel van deze journaal, Teletext en Gein van 26 juni. En tot slot is het dan tijd voor roddels en achterklap. Eén goede aanpak, misbruik in de sport. Teletext pagina 107. Meldingen over seksueel misbruik bij sportverenigingen worden niet goed opgepakt. Op de zwarte lijst van sporters met fout gedrag staat momenteel één naam. Onderzoek wees echter uit dat 1 op de 10 jonge sporters wel eens te maken heeft gehad met seksueel gedrag. Kortom, het is dan even vissen wat er precies misgegaan is en wellicht dat de NOC-NSF eindelijk er wat aan gaat doen. Ali wordt opgegraven voor DNA-test. Teletext pagina 136. Het lichaam van de Spaanse kunstenaar Salvatore Dalí wordt opgegraven. Een 61-jarige vrouw zit te vissen met de vraag: is zij de dochter van Dalí of niet? Dalí overleed in 1989 op 84-jarige leeftijd en de vrouw zit nou te beweren dat zij zijn dochter is. Kortom, Dalí Dalí met die DNA-test. Overleden zoon belt zijn vader, teletext pagina 404. Er komt er in het kort op neer. Een oude man kreeg een telefoontje met het bericht dat zijn 57-jarige oude zoon, die dakloos was, overleden was. Dit bleek echter niet te kloppen. Eerst werd hem verteld dat zijn zoon was overleden en dat dat was gedaan aan de hand van vingerafdrukken en weet ik veel wat. En een tijdje later werd de oude man gebeld met het bericht: wat, je zoon staat gewoon naast mij. En dan is het dus nu vissen wie wat fout heeft gedaan.